In Odijk vindt vandaag het kampioenschap heggenvlechten plaats. Martijn is een van de deelnemers die zich bezighoudt met deze lastige klus. We hakken de stammen hakken we ongeveer drie kwart door. En dan buigen we ze over. En dan op het laatst, dan als alles plat ligt, dan zetten we paaltjes ertussen. En dan maken we bovenin nog een vlecht van willigentenen. En dan is het één stevig geheel en dan is het een V-kering. Als het af is, moet het er ongeveer zo uitzien. Het wordt dus een soort hek, maar dan levend. Er zijn heel veel broedvogels die erin broeden. En je hebt ook zeg maar zangvogels en andere dieren die er weer in schuilen. Die er hun voedsel vinden. Dus het is echt een levende haag. De organisatoren willen met de wedstrijd meer aandacht vragen voor het oude ambacht. We willen heel graag mensen hier uit de omgeving kennis laten maken met dit heggenvlechten. En waarom we dat doen, wat eraan belangrijk is. En met een wedstrijd breng je er ook een spannend element in. Ook Martijn is op het kampioenschap afgekomen. Maar winnen hoeft hij niet. Je wil geen laatste worden natuurlijk. Maar ik wil wel aan het eind van de dag wil ik gewoon dat er een hele goede heg staat. Het resultaat vind ik het belangrijkste. Ja.